Op basisschool De Ontdekking wordt nu lesgegeven door Gerrit Storteboom. Het heeft met de oorlog te maken, is wat wij hebben vernomen. We praten met een van de leraressen. Sophie, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vertel, wat wordt hier onderwezen nu door Gerrit Storteboom? Nou, Gerrit Storteboom komt bij ons voor de derde keer vertellen over de oorlog, over de Tweede Wereldoorlog. Hij is veteraan, dus hij heeft ook enige ervaring. En hij vertelt nu eigenlijk over de herdenking van Nunspeet. Op 19 april is er een herdenking waarin in Nunspeet de slachtoffers worden herdacht van de Tweede Wereldoorlog. En kinderen uit onze klas gaan daar bloemen leggen. En hij is nu aan het vertellen over de Tweede Wereldoorlog. En straks gaan we ook op de fiets het monument nog bekijken. Ja. Zijn de kinderen ook bewust eigenlijk van wat er zich allemaal heeft afgespeeld in deze omgeving? Of is het wel noodzakelijk dat dat ieder jaar herhaald wordt? Nou, het is wel heel belangrijk, vind ik, dat dat ieder jaar herhaald wordt. Kinderen weten al best wel veel erover. Maar je merkt gewoon dat als er iemand echt over komt vertellen die heel veel kennis heeft over de oorlog en hoe dat allemaal ook in Nunspeet is gegaan, die zich daar echt ook in verdiept heeft, is dat wel extra interessant voor ze. Ja. Hebben de leerlingen tot nu toe ook al vragen gesteld die ze hadden? Ja, ja, je merkt dat de kinderen veel erover willen weten. En wij hebben groep 5, 7, 8. Dus groep 8 heeft natuurlijk meer kennis al erover dan groep 5. Maar juist die combinatie maakte dat ze van elkaar leren. En vooral van Gerrit natuurlijk. Ja. Dus een hele nuttige les voor zowel de leerlingen als de lerares. Oh, zeker. Ja, nee, ik hoor ook allemaal dingen die ik niet wist. Ook over Nunspeet natuurlijk. Dus ja. Absoluut, ja. Sophie, dank je wel. Ja, graag gedaan.